heerlijk. Wat een moment. Let's go. Mijn geitjes. Hoi allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik dacht, ik begin de vlog alvast. Want ja, het is weer wat anders dan op vrijdagochtend. Het is donderdagavond. Het is nu 7:50. Ik heb om 8:00 even afgesproken met een vriendinnetje. Een theetje te gaan doen. Of drankje, weet ik eigenlijk niet. Dus dat ga ik zo lekker doen. Het was echt een hele drukke week. Je ziet het ook aan mijn oog. Ik weet niet of je het opvalt, maar ik heb zeg maar, dan gaat dit oog lang. Oké, focus. andere mensen zien het niet, maar iedereen vroeg vandaag aan mij, ben je moe? Een hele drukke week. Morgen nog één dag. Morgen ook een hele spannende dag. Dus voor mijn werk. En dan is het lekker weekend. Dit weekend, morgen ga ik eerst nog met Niels naar het ziekenhuis toe. We moesten terug naar de orthopeed als Niels kon lopen. Nou, Niels kan natuurlijk alweer een hele tijd lopen, maar nu heb ik de afspraak gemaakt. En hij zei ook van niet meteen de dag dat hij loopt, maar gewoon even als hij loopt gaan. Om te controleren naar aanleiding van natuurlijk zijn spreidbroekje. Dus dat gaan we morgen doen. Zo, even zitten. Mijn moeder past morgen op en ik denk dat ik gewoon even langs huis fiets om hen op te halen. Ik zit nu te bedenken dat ik het fietsstoeltje eraf heb gehaald. Oh, mijn hoofd. Haal ik mijn moeder en Niels op en dan rijden we naar het ziekenhuis. En dan ga ik daarna nog even aan het werk. En morgenavond hebben we volgens mij verder niks. Ik mis dus wel vanavond Temptation Island, dus dat ga ik sowieso morgen terugkijken. En dan zaterdag... gaat volgens mij Sven al vrij vroeg met Niels, toch? Vrij op tijd, toch? Ja. Vrij vroeg met Niels naar Zwolle. Want Sven gaat fietsen met een vriend. En s'avonds gaat hij nog met vrienden kaarten, ik weet het niet. En dus ga ik drankjes doen met een vriendinnetje van mij. Super veel zin in. Maar eigenlijk is Niels dus 3 weekenden achter elkaar dan. Toch? Voor afgelopen weekend ook? Ja, en volgend weekend ook, want dan zijn Sven en ik in Rotterdam. Ja, dan hebben we een feest van Sven's werk. En ja, dus dan is hij eigenlijk 3 weekenden met opa en oma, Sven's ouders. Maar volgend weekend komen ze bij ons, dus dan is Mietjes natuurlijk helemaal alleen. Dus ja, dat is wel eventjes gek. Maar zondag komen ze wel op tijd terug. Want het wordt zondag 19 graden en zon. Dus ik dacht dat we dan lekker naar een kinderboerderij gaan met strietjes. En dat. En verder ben ik gewoon heel gaar. Dus heb ik niet zoveel te vertellen. Ik ben de hele week al niet helemaal lekker. Maar dat is denk ik een beetje door de drukte. Maar goed, met zo'n ontspannen weekend voor de boeg moet het vast goed komen. Hesburn? Yes. Oh ja, tot nu toe de reacties. Ik heb nu de video, afgelopen zondag is een video online gekomen waarin ik vraag of jullie nog voorkeur hebben voor een dag. Mits komt heel onszelf voorbij rennen. Een voorkeur hebben voor een dag dat de vlogs online komen. En veel van jullie hadden geen voorkeur en een aantal van jullie vonden de zondag gewoon wel heel fijn. Dus ik denk dat het de zondag blijft. Ik dacht er zijn best wel veel vlogs die op zondag online komen, dus daarom was ik aan het twijfelen, maar... Nou, volgens mij vinden jullie het allemaal oké, dus dat is fijn. Dus voor nu hou ik het denk ik gewoon zo. En sowieso super lieve reacties op het aantal keer filmen en dat dat wat minder wordt. En dat jullie het allemaal zo begrijpen en zo. Echt heel lief en dat jullie het wel heel fijn vinden dat ik blijf vloggen en filmen en zo. Dus dat vind ik echt super lief om te horen. Dus dank jullie wel daar ook voor. En ik zie jullie zo meteen of strakjes. Of zo meteen of strakjes. Goed verhaal. Jullie snappen wel. Goedemorgen, het is vrijdag en ik praat zachtjes, want Niels slaapt nog. Het is nu 7:30. Hij was wel om 6:00 wakker. Gezellig, kletsen en doen. Dus ik ook wakker. Maar goed, daarna is hij wel weer gaan slapen. Alleen, ik kon niet meer slapen. Deze yoghurt met peer zit er geloof ik in en granola. En een lekker theetje. En dan ga ik hem opmaken met dit paletje van Sephora. Wat ik doe. Blouseje aan met roze, dus ik dacht een beetje rozige kleurtjes. En dan de rest van de make-up. Zo, het is nu vrijdagmiddag over 5:00. We moesten net even met Niels bij het ziekenhuis zijn ter controle vanwege zijn spreidboekje hier. Dit is trouwens een marathon, als je het hoort. Alles was gelukkig goed.
En ik had zo'n hysterisch drukke dag dat ik echt helemaal zo was. Ik dacht, ik ga even 2 tellen douchen, make-up eraf, helemaal lekker insmeren. En dan, ik moet nog stukken lezen, dus dat ga ik nu doen. Maar ik dacht even, en ik wilde eigenlijk nog mijn outfit laten zien. Ik had een hele leuke outfit aan vandaag met een roze-wit gestreept blouseje. Maar daar heb ik tomaten courgettesoep overheen gegooid. Super goed idee. Maar die wilde ik nou nog filmen, maar toen was ik het weer vergeten. Toen ben ik al gaan douchen. Dus nou, ik zit nu lekker ingesmeerd en wel op de bank. Ik zie dat ik het niet helemaal goed heb uitgesmeerd. Mijn benen. En ik ga nu even stukken lezen. En mama is nog even een rondje lopen met Niels. En Sven die was thuis aan het werk vandaag. Die had eigenlijk nog afspraken, maar er ging een deel niet dan door. Dus hij is deels weg geweest en deels hier. Dus mama is lekker veel met Niels buiten geweest. En nu wilde hij nog even met zijn fietsen. Dus dat is zij nu lekker doen. En dan daarna gaan we lekker eten en chillen. En ik moet Temptation Island en zo vanavond natuurlijk terugkijken. Yes. Nou, ik ga even lezen. Niels zit heerlijk te smikkelen. Die heeft echt ongeveer 1 kilo aan eten op. Een heel bakje mais, hè Niels? En verder dit. We hadden een gehaktbal en mais. En we hadden echt extreem veel aardappels. Niels heeft ook heel veel aardappels op. En dat is een beetje hopper vandaag. En Moppie. Kleine clown. Ja. Niels ligt in bed. Hij was echt super schattig aan het spelen net. En aan het zingen. En aan het. Nou, het was echt heel poepig. En soms heeft hij dat hij ineens gewoon super lang. Gewoon heel rustig zelf speelt. En grapjes maakt. En soms heeft hij dat ook helemaal niet. Maar nu was het super goed. Ik zit inmiddels met een glas wijn op de bank. Ik ben nog steeds bezig met stukken van mijn werk. Het is inmiddels 8:15. Niels zit te slapen. Ik heb zijn spulletjes al grotendeels ingepakt. Sven is nu zijn spullen aan het inpakken. En nou, nu gewoon lekker chillen en niks. Je ziet ook echt aan dat ik heel moe ben. Weekend. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag en wij zijn wakker. We hebben heerlijk geslapen tot 7:00, prima. En op zaterdag kijken we altijd even bij ons in bed tv met Niels. Nou, was heel gezellig. Nijntje en zo. Oh. En nu speel ik nog even met Mittens. En, oh, dat is wel eens iemand, hè. Nu gaan we lekker ontbijten en dan gaan Sven en Niels er al redelijk op tijd vandoor. En dan ga ik zoomen en dan ben ik weer home alone. Dus ik ga even schoonmaken en zo. Ik ga vooral ook even niet zoveel doen. Dus nou ja, ik neem jullie weer mee vandaag. Ik weet niet wat ik dat steeds zeg. Laten we aan de slag gaan. Ik ben inmiddels gesport en gedoucht. En ik zit te lunchen met een brood met ei. Boterham met omelet. Goedemorgen. En Gossip Girl. Heerlijk. Wat een moment. En ik moet zo even boodschappen doen, dat soort dingen. Maar hier zit. As we speak, breek een nagel. Goed, ik ben net thuis. Even in de stad geweest. Heb wat dingetjes gekocht. Allemaal niet heel interessant, maar ik zal even een aantal dingen laten zien. Het eerste zag ik bij de Albert Heijn mijn lievelingsthee met 35% korting. Dus ik heb meteen groot ingestagen. Niet dat ik niet meer genoeg heb, maar als het ooit uit de running gaat, dit is mijn lievelings. Dit is de herfststorm met cinnamon en apple. Heerlijk, love it. Dan een blikje cola. Gewoon, to treat myself. Ik was even bij de Action en daar kocht ik onder andere een nieuw Yatzee-ding. Want ik had op vakantie en dat vergeet ik al te kopen en nu heb ik een nieuw. Johnson's Babyolie, die voor wie mij al met mijn, zeg maar, al vanaf mijn zwangerschap en zo volgt, die weet dat ik dit heel graag gebruik voor een zachte huid. En dat doe ik dan op mijn natte huid na het douchen en dan top. En ik zag dit, en dit gebruikte ik vroeger altijd. Dit is de Olaze Double Action Night Cream. En dit vond ik vroeger een hele fijne nachtcreme. Dus ik denk, nou, ik neem hem een keer mee, want hij was 3 euro nog wat. Oh, de vaatwasser is klaar. Bij de Action. Nou, toen was ik nog even bij de Ethos. En daar kocht ik een nieuwe fixing spray. Een nieuwe Ethos Cutine oogcreme.
nieuwe Elvive Total Repair. Maar dit is weer een andere dan die ik altijd had. Maar ik zag alleen deze liggen. Dus dit is zo'n SOS haarverzorging. En ik doe hier dan 2 of 3 keer mee. En dat is een soort van supersnel maskertje. Je doet het in je haar en je haalt het er weer uit. En dan is je haar blij. En als laatste wat van die nieuwe schuifspeldjes. Want die zijn een beetje op. Die verdwijnen altijd op magische wijze. Maar verder ook al nog onzin dingen als wasmachine, reinigers en zo, aardbeien. Maar goed. Zometeen komt mama eventjes, want zij krijgt mijn oude telefoon. Deze, dit is de Samsung S5 Mini. Echt een hele fijne telefoon. Be a Flamingo in a Flock of Pigeons. Ik weet niet of ze dit hoesje erop houdt. Ik weet niet waarom ik de camera zo dichtbij heb. Of ze dit hoesje erop houdt. En ja, mijn moeder heeft zoiets van, ik snap dat allemaal niet. Dus je moet het me even uitleggen. Dus dat ga ik nu doen. We hebben al een nieuwe simkaart voor haar aangevraagd of gekregen. Of hoe dat dan ook heet. En verder, het is nu... Ach, het is alweer 3:10. Het gaat zo snel. Ik moet nog aan de site. Ik wil eigenlijk ook nog stofzuigen en zo. Maar misschien dat ik dat ga laten. Ik heb net al de vaatwasser helemaal ingeruimd en al een keer gedraaid. Nog even aangetrokken schoonmaken. En misschien dat ik het daarbij laat omdat ik hem morgen ga stofzuigen. Dat lijkt me misschien een beter idee. Dan ga ik alleen straks nog even aan de site. En dan ga ik op mijn kont ploffen. Maar goed, de site ben ik ook zeker wel een uur mee bezig als het niet langer is. Dus, en mama natuurlijk nog helpen. Het gaat zo snel zo'n dag. Oké. Ik ga eerst even de boel opruimen. Tenminste... wat ik heb gekocht net. Lekker met een bord pasta op de bank. Voor de tv. Ik moet hollen, want ik ben natuurlijk weer laat. Ik weet niet, ik ben normaal nooit van te laat gekomen, maar lately... Oh, wacht, is dit aan? Nee. Maar lately gaat het helemaal mis. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een heel oud jurkje aan. Dat heb ik echt al jaren. Het is een lichtroze jurkje. En ook mijn ouderwetse Zara laarzen aan. En dan moet het goed komen. Ik moet nog even bedenken. Tasje. Ik vind een tasje zo stom om mee te nemen. Met een roze jurkje. Dat valt zo op. Shit. Ik ga toch even een vriendinnetje bellen of zijn tasje heeft. En dan ga ik hollen. Ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Daar ben ik weer. Het is 10:30. Ik ben nu uit bed. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk al heel veel wakker was. En dat ik echt mijn best heb gedaan om te blijven liggen. Niet te bedenken wat er allemaal nog moest gebeuren. Gewoon rust en wel zien. Nou ja, wanneer ik er echt klaar voor ben om op te staan en zo. Dus ik heb op een gegeven moment zo'n oogding voorgedaan. Want het was natuurlijk super lekker weer. Dus het was echt oké. Ik moet iets doen tegen die zon. We hebben niet hele goede gordijnen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben echt blijven liggen. Mittens werd een beetje loker, dus ik heb de deur dicht gedaan. Zodat Mittens er niet meer in kon. Ja, die had een of ander speeltje ergens tussen een of andere spleet gedaan. En ik probeerde ze eruit te doen. Dus dat legt ze er ook zelf in. En dan volgens om een uitdaging om het er weer uit te krijgen. Heel fijn. Ik ga even een theetje zetten. De kater valt gelukkig heel erg mee. Dat is fijn. Het was echt een supergezellige avond. Het was echt gewoon weer even... het is wel grappig. Ze heeft allemaal beste vriendinnetjes. En ik ken haar van de dansschool. Dat heb ik misschien nooit verteld. Maar ik heb jaren gedanst. En superleuk. Ik weet ook niet waarom ik altijd dit soort praatstukjes doe. Als ik echt net uit bed kom en er maar zo uitzie. Maar goed. Maar ik ken haar dus van dansen. Wij hebben jarenlang samen gedanst. En wij hadden een soort klik op de dansschool. En toen hadden we bedacht dat we een keer wat gingen drinken. En dat werd een hele avond cocktails drinken en heel veel kletsen. En sindsdien zijn vrienden, vriendinnen. We schelen, geloof ik, bijna 4 jaar. Of zoiets. Dus best wel, ze is een stuk jonger. But I love her. En was gewoon echt weer heel gezellig. En we gingen vroeger altijd samen stappen. En het was een stukje nostalgie. We hebben nieuwe kroegjes geprobeerd, oude kroegjes geprobeerd. Er was een festivalletje, 2-takt. Er wordt geskypt. Ik denk, wat hoor ik nou toch? Hallo! Mama is aan het filmen. Hallo. Zet was nog iemand. Zie je nog bij?
Nou, dat was even een Skype-momentje. Zij komen zo deze kant. Dus ik ga nu heel snel lekker op buiten en douchen en dweilen. Ik weet nog alleen nog niet in welk volgorde, behalve dat ik begin met ontbijten, want ik heb weer honger. We waren vannacht thuis om 3 uur, geloof ik. Dus het was eigenlijk een goede tijd. Ik ben altijd gewoon veel te vroeg wakker. Maar nou ja, wat ik zei, dat vriendinnetje, fantastisch. En was echt leuk om weer even als van ouds te dansen. Ja, aan de slag. Ontbijten met een tosti, jazeker. En ben bezig met een filmpje bewerken. Ik heb net heerlijk een uurtje met een vriendinnetje zitten bellen. Die helaas wel vertelde dat ze naar Londen gaat verhuizen. Nee, mijn mobiel gaat hem. Dus dat is wel heel ongezellig. Maar goed, ik had hem wel een beetje aankomen. Sven is onderweg met Niels, maar ik denk dat achter ze hadden moeten zijn. Het is inmiddels 1 uur. Ik zit even aan de site. En ik weet dus niet, ik hoop dat Niels in de auto heeft geslapen, dat we zo gewoon lekker naar buiten kunnen. Maar ik weet het niet, want normaal zou Niels nu ongeveer naar bed moeten. En dan zouden we pas weer om 3 uur of zo kunnen. Dus ik weet het niet, we gaan het zien. En ik voel me eigenlijk best goed. Ik ben verbazingwekkend fit en fris. Heerlijk. Opgemaakt en gedaan. En ik heb een rustig dagje. Ik wil echt de zon. Het is echt heel lekker weer buiten. Zo, wij gaan nu naar Rotsoort. Dit is wat ik aan heb. Een shirtje van Stradivarius. En een Primark broek. En dit hier zat een gat in. En mijn moeder heeft er gisteren zo'n soort strijping achter gedaan. Dus dat is wel fijn. Voor de route nog een jasje aan. Dit is een jasje van Only. En een zonnebril. En die is van, ik heb geen flauw idee meer, H&M. Let's go. Bij de geitjes. Niels heeft lekkere rozijntjes. En wij hebben cola en appeltaart. En Niels heeft nog een huisgemaakt appelsapje. En wij hebben een huisgemaakt appeltaart. Oké, yes. Lekker, hè? Heerlijk in de zon. Niels is lekker aan het spelen. Nee, ik heb nog. Dankjewel. Hoezo? Oh, dankjewel. Dankjewel. Het was echt heerlijk. We hebben heel lekker lang bij Rotsoort gespeeld. En nu zitten we gewoon even bij onszelf lekker buiten. En we zijn aan het spelen. En ik ga nu even wat lezen. En ondertussen was opvouwen, alles tegelijk. Sven heeft heerlijk gekookt, kip, sla en frietjes van mijn mam. En Sven's ouders hadden een dessert over. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er lekker uit. Iets met witte chocola en mascarpone, begrijp ik net. En frambozen of zo. Nou, iets wat ik eigenlijk niet mag, maar ik ben toch al opgezet, dus ik gooi hem er gewoon even bij. Ik weet niet waarom ik opgezet ben trouwens. Ik heb net nog even aan de site gezeten, moest even wat dingen nog afmaken. Niels ligt lekker op bed. Die was echt in een uber vrolijke stemming. En die is ook pas laat naar bed gegaan voor zijn doel. Het was 19:30, zo 19:45. Laatste, grapje, één laatste wasje zit erin van de gazillion. En Sven kijkt nog even Studio Sport. Dan gaan we zo een stukje Boer zoekt vrouw kijken, denk ik. Ik ben benieuwd. Volgen het niet echt, maar soms even een stukje kijken. En dan vanavond Homeland. Dus dat was het weer voor deze week. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik zou het super vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion. Door hier ergens op mijn gezicht te klikken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doeg!